rustig en heren. Ja. Niks aan de hand. You like it, René? Yes. Ja? Ja. Dat moet er nu van zijn, het is maar duikje. Ja, dat moet ook wel, hè? Now I will pass the baton to my dear colleague, my very close friend, Ambassador. Very good morning, dear ladies and gentlemen, excellencies, Secretary General, dear Mayor, thank you for attending this very important moment. Of course, it's very emotional. It's very emotional, I believe, deeply for the staff of the Russian embassy, for our staff from... But once again, at the end of this my small intervention, I would like to say that we really appreciate your coming here. It's not usual political style, and we want to promote some political talk and political agenda. It's very important for all of those people who are here in the room and beyond. Thank you so much. En ik ben oprichter van de stichting Sovjet Ereveld. In Amersfoort liggen 101 Sovjet-soldaten begraven op het Sovjet Ereveld. Daar liggen in totaal 865 oorlogsslachtoffers. Die 101 zijn in kamp Amersfoort terechtgekomen en door de Duitsers allemaal om het leven gebracht. 24 zijn door honger, ziekte en ellende omgekomen en 77 zijn er gefusilleerd. En die 101 zijn langzaam maar zeker in de vergetelheid geraakt, ook omdat ze onbekend zijn gebleven, we weten niet wie ze zijn. En mijn onderzoek en de acties die onze stichting Sovjet Ereveld heeft uitgevoerd met herdenkingen, met aandachtvragen voor, hebben toegeleid dat er nu hier een presentatie is op de Russische ambassade, samen met de Oezbeekse ambassade, om dit verhaal van die 101 onder de aandacht te brengen. Yes.